Van Rehoet, de medecoach van Robert Lathouwers. En Robert gaat zo meteen tijdens de RTK lopen. Hoe staat Robert ervoor? Robert heeft heel goed getraind, ook in Portugal. Klein ongemakje, maar daar was hij snel overheen. En de trainingen van de laatste weken waren ook weer heel goed. Dus ik denk dat hij klaar is om goed in het veld mee te gaan. Een sterk veld. Dus de kans dat hij goede kans om een goede tijd te lopen. Maar welke tijd, ja, het is koffiedikkijkerij. Ik verwacht dat hij in ieder geval goed in het veld meeloopt. Zodat hij niet in het geduw komt te veel. En dan na 600 meter gaan we zien wat hij en anderen nog over hebben. Maar Robert kennende zijn echte bikkel, komt hij het laatste stuk ook door. En dan hopen we op een tijd, het is prachtig om in ieder geval onder de 1:46 te lopen. Maar alles is mogelijk. Nog harder, of misschien iets minder hard. We gaan het zien. Je hebt de tactiek met hem besproken. Ja, er valt niet zoveel de tactieken. Er zijn een aantal jongens die echt voor de 1:44 gaan. En die behalve die 50,5 opening ook aardig door zullen willen lopen. En hij moet niet in het laatste deel van het veld zitten. Hij moet echt in het eerste deel van het veld zien te komen. Dus, dat gaan we straks zien over een paar minuten. Oké, we gaan kijken en veel succes.